Tunesiao, maar de prinsesjes die daar eigenlijk best nerveus staan te wachten. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we apetrots zijn om voor de 10e keer een hele mooie groep van finalisten voor te stellen. Hier zijn ze dan, 18 mooie prinsessen die allemaal samen strijden naar de titel van Miss Wellness Beauty 2020. Graag jullie applaus! Ziezo, we gaan eraan beginnen. We gaan hen gewoon volledig zelf het heft in handen laten nemen. En dan stel ik bij deze voor dat kandidaat 1 zich aan jullie voorstellen. Hallo, goedenavond iedereen. Mijn naam is Kastas Barbara. Ik ben afkomstig uit Gent. Ik baat in de praktijk uit in de schoonheidszorg. Ik illustreer mijn passie voor de schoonheid en voor mooie dingen eigenlijk in mijn werk. En daarom doe ik ook graag mee aan deze Miss Wellness Beauty verkiezing. Dank u wel. Goedenavond iedereen, ik ben Annelies Gordijns. Ik ben 23 jaar en ik ben woonachtig te Meren. Ik heb een schoonheidssalon genaamd Goddess Nails and Beauty in Erpenmeren effectief. By day ben ik eigenlijk werkloosheidsconsulente, by night ben ik schoonheidsspecialiste. Ik doe mee aan deze wedstrijd om mijn passie eigenlijk te delen en om leuke nieuwe mensen te leren kennen. Alvast bedankt voor het luisteren. Goedenavond. Hallo, goedenavond allemaal. Mijn naam is Melissa Holsteens en ik ben afkomstig van Delden. Voor mij is het vandaag een sowieso een dubbel speciale dag. Niet alleen is het de persverstelling van Miss Wellness Beauty, maar ook is het mijn 30ste verjaardag, dus daar gaan we straks alleen al op drinken. Ja. 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 In het dagelijkse leven ben ik accountant, maar ik heb ook een enorme passie voor make-up. En ik heb dan ook een diploma als make-up artist op zak. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten, maar zo doe ik ook aan modeshows en ga ik graag op vakantie. Ik doe mee aan deze verkiezing vooral voor de ervaring en om een leuke tijd tegemoet te gaan. Dank jullie wel. Goedenavond iedereen, mijn naam is Julie Wijnrocks, 26 jaar en sinds 2015 zaakvoerster van Food & Facials in Sint-Truiden. In mijn vrije tijd ga ik vaak sporten met mijn vriend of wandelen met mijn twee lieve hondjes. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste, kapster, nagelstyliste en visagiste. Maar mijn doel is om mensen bewust te maken van een gezondere levensstijl. Dus daarom ben ik me ook gaan verdiepen in de orthomoleculaire voedingsleer. Ik ben ook nog gespecialiseerd in huidverbetering en met alles wat het gelaat te maken heeft. Vandaar de naam Food & Facials. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor deze unieke kans. Goedenavond iedereen, mijn naam is Martine van Bellingen. Ik ben 24 jaar en afkomstig uit Beeldenberg. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en daarna heb ik mij gespecialiseerd in make-up en lintjes. Daarnaast ga ik ook heel graag naar de film. De laatste film was inderdaad wel Frozen, toch wel een topfavoriet geworden. Ik doe eigenlijk mee om niet enkel mezelf te promoten, maar eigenlijk ook de volledige sector. Dankjewel om te luisteren. Goedenavond iedereen, mijn naam is Gwenny Hensels, 31 jaar en ik kom uit Riems. Ik ben super blij dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn, waarvoor dank. Sinds 2015 baan ik mijn eigen zaak uit, Boudoir Lash Boutique. Ik ben eerder gespecialiseerd in lump extensions en ook het geven van mijn opleiding hiervan. Ik doe mee aan deze wedstrijd omdat ik al wil een uitdaging, als ook hoop ik de samenwerking tussen mensen in de sector te bevorderen. Dus vandaar, dank jullie wel. Goedenavond, ik ben Shana Cicero. Ik ben 24 jaar, ik woon in Zutphen. Ik heb een eigenares van twee kapsalons, Chalice. En ik neem deel aan Miss Wellness Beauty omdat ik hou van de uitdaging en nieuwe dingen wil leren kennen in de beautybranche. Dank je wel.
Goedenavond iedereen, mijn naam is Luciana Reunert. Ik ben 26 jaar en ik kom uit Beersel, deelgemeente van Putten. Daar baat ik ook mijn salon uit, Lucie Pedicure en Nagelstyling. Ik kijk enorm hard uit naar het avontuur om nieuwe dingen bij te leren, nieuwe ervaringen op te doen en dit allemaal samen met deze prachtige 17 meisjes. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Fijne avond nog. Hallo, goedenavond allemaal. Ik ben Ellen Nijssen, 30 jaar en afkomstig uit Geel. Ik heb mijn opleiding vroeger in de technische sector genoten. Ik ben zo terechtgekomen in een groot cosmetica-bedrijf en ik heb zo de microben terug voelen kriebelen. En ik ben zo aan de slag gegaan in de beauty sector. Het was ooit een uit de hand gelopen hobby, maar de dag van vandaag kan ik zeggen dat het een grotere zaak aan het worden is. Mijn deelname hier vind ik het heel belangrijk en mijn passie kan delen, ook met de medekandidaten, dat ik ook hun een stukje mee kan laten groeien, maar ook zelf kan groeien hier in dit proces bij de misverkiezing. Als jullie verdere vragen hebben, stel ze gerust en ik wens jullie een hele fijne avond. Goedenavond allemaal, ik ben Nicky Matthijs. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Evenwijn. Ik ben afgestudeerd als goudsmid-juwelier en studeer nu verder voor schoonheidsspecialisten. Ik doe mee aan deze wedstrijd voor de ervaring op te lopen en veel bij te leren. Maar ook voor, natuurlijk voor dit mooie avontuur. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Margot Broodsteker. Ik kom uit Echtehemd. Ik ben 21 jaar. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Ik heb een eigen zaak en zelfstandig beugelroep en spoken beauty by Margot. Door mee te doen vandaag hoop ik dat er een mooie ervaring kan komen. Dat ik een mooi avontuur tegemoet ga met deze prachtige dames. En dat we allemaal deel kunnen bijleren van elkaar. Bedankt allemaal. Fijne avond nog. Hallo allemaal, ik ben Davina van der Steenen, ik ben 22 jaar en ik kom uit Halle en Lundy. Ik studeer in het dagelijkse leven met kleding en ik ben ook winkel- en wijnbrouwexperte. Ik doe mee aan dit avontuur vooral om veel bij te leren in de sector en ook voor het prachtige avontuur met deze fantastische dames. Dankjewel en een prettige avond. Goedenavond allemaal, mijn naam is Demi Balma. Ik ben 23 jaar, ik kom uit Zandhoven. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en de reden waarom ik deelneem aan deze wedstrijd is om nog extra te verdiepen in de schoonheidssector en om gewoon een leerrijke ervaring te hebben. Dankjewel en een fijne avond. Goedenavond allemaal, ik ben Julie Troobeert, ik ben 30 jaar en woon in Hofvlaar. Ik ben heel trotse mama van twee kindjes. Daardoor zijn mijn grootste hobby's opruimen, wassen en koken. Maar ik ga ook wel eens graag op reis, mijn ik heb eigenlijk ook een derde babytje, ondertussen een jaar, mijn bijberoepje beauty en skincare. Daarnaast sta ik nog in het onderwijs. Ik doe mee aan Miss Wellness Beauty om die toppers achter mij beter te leren kennen. Mijzelf te kunnen ontplooien als persoon en waarschijnlijk ook als onderwijster. Dankjewel. Goedenavond iedereen, ik ben Dusseldoor Salina, 27 jaar, woonachtig in Tongeren. Daar heb ik ook sinds 2017 mijn zaak, Salina Hair & Beauty. In mijn zaak kan je terecht voor kapsels, voor laserzorging, massages, compleet eigenlijk het totale plaatje. Waarom ik aan deze verkiezing meedoe is voor mij toch nog beter te gaan leren kennen en te ontdekken in de beauty sector. Voor nieuwe dingen te leren ontdekken en daarom doe ik mee. Dankjewel. Goedenavond iedereen, ik ben Charis Peters, ik woon in Wieger, ik ben 33 jaar en sinds 2 jaar heb ik mijn eigen salon in Mortsel waar ik ook ben opgegroeid. Ik ben ook een mama van, een zoon van 7, dat is mijn grootste fan. Ik doe mee aan dit avontuur om mezelf te leren kennen, maar ook om nieuwe mensen en nieuwe dingen te ontdekken in de beauty sector. Dankjewel. Goedenavond iedereen, ik ben Aalke Bral, 25 jaar en afkomstig uit Deinzen. Ik ben zelfstandig in hoofdberoep. Ik heb mijn eigen salon genaamd Boebel. Ik ben zowel kapster als schoonheidsspecialiste. En ik doe mee aan deze wedstrijd om verder te groeien in mezelf
maar ook in mijn carrière en voor een leuke ervaring om te doen. Dankjewel. Goedenavond iedereen, ik ben Lindsay Reekman, ik ben 24 jaar en ik woon in Zonhoven. Ik ben zelfstandig in bijberoep. Mijn salon heet Hair & Beauty by Lindsay. Ik ben kapsters, make-up artiesten en schoonheidsspecialisten. De beauty is mijn passie en ik wil me hier verder in week ontwikkelen. En ja, dank u wel. Goedenavond. Ziezo, dankjewel dames. Proficiat met jullie deelname. Ik denk dat we over eens kunnen zijn dat dit een fantastische groep is van passie en expertise. Dan rest mij nog heel veel succes en plezier te wensen. Dan geven wij het moment aan de journalisten om de foto's te nemen en de interviews af te nemen. Aan jullie zeg ik, geniet nog van de hapjes en de drankjes. Jullie kunnen zo dadelijk kennis maken met de meisjes. En dan zien we elkaar op de finale show 26 april. Dankjewel, fijne avond.